Dag iedereen, dag Niels Albert. Hoi, ben Bram. Of mag ik Albert zeggen? Jij mag kiezen, hè, want de naam van de podcast staat erboven, uh, dus... Uh Jij mocht uh, het kiezen, hoe, dat je, het, uh, ja. hoe dat je het noemt. We hebben een nieuwe naam. Hè? Vorig mm. jaar was het mm Hoe -hmm. Kan jij het uitspreken, de nieuwe naam? Ik vind het geweldig. Lambert en Albert. <laughs> ja? ik, vind dat, ik vind dat een topnaam. Ik, vind dat een topnaam. <laughs> ik, ik heb er uh, een beetje problemen mee. Ja? Ja. Oh, nee. Ik vind iets dat, iets dat goed is, dat mogen de openbaar <laughs> ja, maar, maken. Ja, maar jij bent uh, meervoudig wereldkampioen. Ik ben nooit wereldkampioen geweest. Ja, maar jij bent misschien goed in dingen uitleggen en oh, nee, nee, nee. dingen aan elkaar praten. Dus uh, ik, probeer me, ik, probeer, ik moet het met mijn palmarès ja. doen en ik kan dat niet meer uitbreiden. Maar jij kunt natuurlijk nog uitbreiden, dus jij kunt nog... Ik kan nog stappen zetten. Jij nou, kunt nog okay. stappen zetten. Maar ik vind het ja. wel een mooi logo. Ja, logo, ja, dat wel, het, het dat wel. Visueel ziet het er goed uit. Ja, en als ja. ik Albert mag zeggen, dan, dan is het ook goed, hè? Ja, dan zal ik ik Lambert zeggen. Okay. Dus uh, dat is okay. goed. Voilà, dan zijn we vertrokken. Maar ja. we zitten niet alleen. Het is nee. de bedoeling dat we dus elke, elke week samen deze podcast mm -hmm. brengen over de, ja. over de cross. En dat we twee gasten uitnodigen. Ja, en dat we vooral heel uh, streng zijn natuurlijk. Ja. Dat we ja, we moeten wel alle mannen een beetje onder druk zetten en, uh, Ik nee, dacht ja? dat crossers elkaar altijd steunen. Uh, ja, tot in een zekere zin. Tot als we <laughs> aan de start staan, dan is die uh, er voor zich. Oké, okay. dus, dus we zijn dus, vertrokken. Uh, u kan jij zeggen wie vandaag de gast is? Uh, we hebben vandaag uh, Paul Herijgers en uh, Tom Meijze bij ons. Hè. Uh, ik denk toch wel uh, allebei wel uh, een mooi palmares, uh, hè, zowel Tom als uh, als Paul. Hè. Um, 94 zeker was wel zo'n jaar ergens. Zo met ja, was Hand en de Zee en alles wat die we niet doen. En een staan. schouderklopje. En een schouderklopje en dan zo'n truime strepen en zo, ik ken ja. dat wel. Um, dus ja, en Tom ja, ken ik dan vooral ook van samen te koersen. Hij was nog jong toen dat ik... Uh, we zijn ongeveer even oud, een jaar of drie jonger als ik denk, ik. drie, vier jaar jonger als mij. Dus ja, ik heb Tom wel uh, zeker weten komen in zijn jeugdjaren. En, uh, een paar keer van op mijn gehad in Lille stammen nog. Als het heel hard gevrozen was, dat we s morgens aan de start stonden, bij min 10, was hij toch wel vlotjes de winnaar daar. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was zo'n periode na het seizoen. Zoals het maller was toen nog heel hard gevrozen, hoogstraten. We ja, wisten dat op die, die periode. Het was een Tom iemand die, uh, die op techniek en, en technische vaardigheden sneeuw. Ijs, dat was zo'n beetje zijn, zijn ding wel, hoorde dat misschien niet altijd graag. Maar dat was wel iets wat wij zoiets van, oei, ja, uh, het kan vandaag een extra concurrent zeker bij zijn. Lekker binnenkomen, hè, Tom? Lijkt een complimentje. Ja, schoon. Ik heb er nog tegen je BMX ook trouwens. Hè? Dat ah, was we gaan eigenlijk al vroeger terug, maar toen kon ik hem uh, ah, okay. niet, ja. niet kloppen. Zover, zover gaan mijn <laughs> dingen niet terug. Uh, hebben we nog samen BMX'd? Ja, ja, serieus. In de Masters ah, Oké, okay. okay. dat is <laughs> al heel wijd terug. Uh, al ja, 25 jaar geleden of zo. Maar ja, nee, Tom was wel iemand die, die allee, in, in mijn ogen uh, op, op technisch gebied. Uh, ik zit ook nog Koppenberg, Bergaf. En, Um, de wereldbeker in uh, Kalmtout staat mij ook nog ergens volgens mij uh, in, in het geheugen als daar zo'n centimeter of twintig sneeuw lag. Dus uh, ja, dat was wel. Ja, hij heeft zijn capaciteiten, hè, wat dat klinkt zo. Had, heeft, hè. Ja. Dus, uh, dus, maar... En hij is weer renner, hè, want het was, het was even gedaan, hè, Tom. Dus nou, Tom, een half jaar renner dus af en nu weer renner. Ja, ook dezelfde richting, hij ook in de fietsenwinkel werkt. En hij is wel baas van de fietsenwinkel, dat scheelt nog <laughs> natuurlijk wel. Met, Valt maar. niet mee, <laughs> een blauwe winkel werken. <laughs> Hoe lang heb je dat gedaan? Oh, ik deed dat wel graag, want dat waren tussen, tussen vrienden van mij. Maar uh, ja, ik miste in het fietsen toch wel echt. Ik las dat je, dat je eigenlijk dacht: van, ach, het is toch harder werken dan ik had gedacht. Oh, nee, dat is, ja, nee, het is niet, ik miste in het sporten he, wel. Uh, wel uh, ik wou zeker geen, uh, geen spijt hebben na nou, mijn carrière van, uh, dat ik het niet meer opnieuw geprobeerd heb. En, uh, yeah, het is niet gemakkelijk om nu terug te beginnen, maar uh, ik geniet er wel van om uh, terug in een mooi project te zitten. Ja. Is het toch uw beslissing, Paul, dat hij uh, weer renner is? Uh, ja, ik, ik, ik vind dat wel fijn, hè? dus uh, ik, ik had er geen andere gedachte over vellen, over, over zijn manier, hoe dat hij dat aangepakt heeft, want dat is aangekondigd, hij was erop uitgekeken, hè? Dat, dat werd zo aangekondigd destijds, uh, maar dan hoor ik Mark Hermans zeggen van, ja, hij is hier eigenlijk op zijn knieën aangekomen en hij wou absoluut terug coureur worden. Ja, Mark Hermans kennende, denk ik wel dat hij daar gevoelig voor is en dat hij dan alles gedaan heeft om dat te... Uh, te realiseren. Maar ik vind, ik vind het groot gelijk. Hè. Dus het is niet. Uh, hij moet geen schaamte hebben om, 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 om voor iets uit te komen, waar dat hem uiteindelijk niet op uitgekeken was, is hem achteraf pas te weten gekomen door eerst eens te gaan werken en dan effectief te weten van uh, wat dat eigenlijk is. Waarom inhoudt. zou je in godsnaam schaamte moeten hebben om weer te willen crossen, en, en gewoon die ambitie waar te maken. Ik bedoel, uh, er zijn mensen die geld zouden geven om te mogen eventueel ja. crosser worden. Ja, maar van het moment dat iemand de beslissing genomen heeft om te zeggen ik stop ermee, dan zijn er nog begonnen. Hè. Ja. Ja, er zijn er genoeg, denk ik, hè, die, dat, die dat heel even alles moeten laten bezinken, die stress valt weg, om dan te realiseren, wat heb ik in godsnaam, doe dat nooit mee, uw lief, hè, want dan gaat het natuurlijk heel veel spijt hebben. <lacht> <lacht> maar als coureur is dat een kleine stap om, om te zeggen van sorry uh, iedereen, en ik, ik ga even naar mijn eigen kijken en ik word terug coureur. En, dat heeft hij gerealiseerd en hij heeft dat klaargespeeld. En gisteren al goed op je bek gegaan, Tom? Ja, zeker. Uh, dat was wel een erde binnenkomen. Ik had uh, heel veel bang om uh, in Beringen te starten, maar uh, dat was een heel zware wedstrijd voor terug te beginnen. Maar ik zijn alles goed gevallen, dus ik uh, ja, wel geen kwaad. Hè? Hoe, hoe, hoe is het mogelijk dat jij valt? Iedereen zegt, ja, we horen het net, technisch zo goed. En, en wie, wie valt er dan? Oké, okay, ze zijn bijna allemaal gevallen, maar, maar jij, gaat, uh, jij gaat niet. Ja, het is toch dat uh, je zo uh, samen naar beneden moet rijden in een groep, uh, is toch anders dan op training. En, uh, ja, gewoon verrast. Uh, het was een heel mooi parcours, wel. En uh, ja, het was, het was ook uh, een beetje gevaarlijk soms. Maar ja, die dat hoort nu helemaal er bij er de sport. Hè. Die afdaling was er toch over? Allee. Waarvan van toch op tv kon zien, vond ik die echt wel... Maar Ik, ik had niet anders verwacht van u. Hè? Ik, ja, ik, ja, ik... Ik, ik, heb, ik heb nooit, weet je nog, in, in, in Loonhout. dat was een bruggetje waar dat... Dat was in Nilium, dat was in Nilium <laughs> waar die klootjes. Klotenbrug... Ah ja, ja, ja de klootjes ja daar gelegd. Dat was I, I, de in, in ieder geval, van, er wel. was jeugdinitiatie. Al die klein zijn erover gereden En in Koers begint Rian van zijn noren te maken. Ah nee, je uh, vertelt heel het verhaal niet. In de schaal zie je al die flippers daarover, al die kleine mannen. De kapelen zand natuurlijk. Maar die hadden heel, heel die houten platen zo vol slijk gedembeld met hun voeten. Maar ja, goed, ja. die kinderen, maakt ook niet uit. En ik zeg tegen Paul, ik zeg, in de verkenning, interviewgegeven, ik zeg Paul, ik zeg, weet he, ik zeg, je moet dat houten lattekens opslagen, of een mat. Ik zeg, want we gaan met dat slijk, ik had dat voor in de verkenning, we gaan met dat slijk, slippen. Oh, Ik kom eraan in koers, Lars Boom vertrekt, ja, ik zeg dat gat aan het dichtrijden op Lars Boom, ik kom op die brug en ik rijd even die uit geslagen. De brug was drie meter breed, zo'n Lattekensbrug. Alleen ik rijd even rij die latjes en mijn wiel schiet door en ik moet afstappen. Ik zeg, godverdomme, zeer ja. niet. Ja. Maar een mens verandert niet. Dus jij hebt een mening over Beringen, dat het te gevaarlijk was. Dat ze dat is een afdaling van 15 seconden, en dat was tricky, en dat was erover. En je zou daar ook niet naar beneden kunnen rijden als het zou regenen, want dat is echt zo van dat slip, van de steenkool, dat is smurrie. Dat heb ik vooral. Stel Het is de eerste koers, het is een nieuw parcours, terug op nul beginnen. Ja, akkoord, maar stel je voor dat dat parcours, het kampioenschap gaat er in 26 door. Stel dat we een zeggen aan die afdaling, en niemand zegt daar iets van, en het gaat door, en de 26e, toevallig, sneeuwt en is die, is die afdaling bevroren. Dat is, dat is een ijsplek tot beneden. Hè. Dan raakt het er niet beneden. Ja, ja maar ik, nogmaals, pas op, ik, ik, ik ben geen verkoper. Hè. Ik, nee, ik, ik nee, heb ja. niks met Beringen te maken. Ik stel alleen maar vast, zoals het gisteren was, was dat eigenlijk Ja. De, de locatie is stoppen. Je kunt daar echt hm? de locatie stoppen. Al uh, alleen we een kampioenschap te geven. Beringen is, is in mijn tien stappen vooruit uh, gegaan. Ja, ja, het één ja, jaar wel. tegen hetgeen dat ze nu hebben afgeleverd of opgeleverd. Ja. Dus uh, de motor zijn nog een paar aanpassingen dat er een beetje Je hebt het niet gekeurd, Paul, het parcours. Gisteren? Ja. Toch wel. Ja. Toch wel ja. je, je <laughs> je er mee is, hè? Je kunt nooit om zo dingen. Nee 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 nee, maar is ik er al direct bij. Ik ben ja. geen verkoper. Hè. Maar in nee, ieder nee, maar. geval de bond heeft zich daar echt uh, moeite ja. voor gedaan om daar echt hun best voor te doen om een nieuw parcours boven te toveren. Alleen dat ene incident, als die een ene renner niet valt. Ja, uh, toon van de bos was tegen. Ja, Als de toon niet valt, ja, dan valt daar geen vijf man. En dan is er nog eens één een gevallen en je zit hiernaast. We nou. ja. Ja. die heeft geen schaaf vond, dus dat kan niet hard geweest. <laughs> nee. Nee. <laughs> dus vandaar: ja, Beringen, topcross. Ja, uh, sowieso, dat wel. Het verdikt was even keihard daar. Ja, het is wel... We zijn al bijna half uh, oktober en het is de eerste cross van het jaar. Jullie zijn, zijn andere tijden gewoon geweest, toch? Hè? Ja, ik kreeg onlangs die vraag. En, uh, ik heb ooit uh, de cross in Erpenmeren gewonnen. Dat was volgens mij uh, 10, uh, 10 september of zo. Dat uh, was redelijk er vroeg. Erpenmeren, ja. Vroeger was het nog wingen. Uh, Neerpelt. Ja. ja, Neerpelt. Dat was dat ook nog eens een keer later, uh, later geweest. Is er in Geraasbergen ook niet ooit een hele vroege cross ja. geweest? Ja, dat Ge Ge was ook er heel vroeg bij. Ooit. ja. ja. Maar ja, goh, ze willen allemaal zo nu wat later, uh, later organiseren, denk ik. Met, met dan de hoop van één uh, van uh, die drie gasten. Dat uh, je te nog hebben. niet op hopen het eerste. Maar uh, ja, je kunt ook een mooie cross geven. We hebben dat gisteren gezien. Dat we gisteren een spannend spektakel hebben gezien tot de laatste meters. En ik zou niet weten waarom dat je moet uh, wachten tot. Uh, maar ik denk dat dit wel de formule is: uh, ja, dat ja, je is niet later, veel wijken eerder moet beginnen. Dus het was nu al kantjeboord. Mm. Dus als je die zondag uh, bekeek wat dat er nog allemaal te doen was, Parijstoers, ja, grijvelu, noem maar op. Dus het was overbezet, maar ze zijn eraan begonnen en uiteindelijk denk ik wel dat het uh, gelukt is. Hè. Er was wat volk en het is natuurlijk heel spectaculair om, om te beginnen op, op zo'n omloopdom. Dat is Mooie van winnaar. dag 1. Je, je wordt die helemaal nou, opgetrokken. Uh, natuurlijk, al de, de crossen dat er nu aankomen, binnen 14 dagen zit al in Overhuis. En, en, en uh, volgende week zit hij uh, in Waterloo en dan is het Maas Maar het, dus het is, is wel elke vier, week kermis. Hè? Het seizoen is wel vier weken korter. Hè? Door, door het. Ja wel. Door, door het starten. En ja, ik ben akkoord, goed en niet goed. Maar allee, als je nu echt je kost aan inwoning is, en je kunt hè, toch nog altijd die vergoedingen en die startgelden hebben. Ja. Als je vier weken eerder kunt beginnen, want ja, mannen, ik zal zeggen, alle la Laura en Zweek of Elise, die leven echt van die cross. Ja. En natuurlijk, als die weekend of vier meer kunnen rijden, of, allee, dat scheelt wel in de portemonnee ook natuurlijk. Hè. Dat, dat gaat waarschijnlijk schelen, maar dan zijn er nog andere problemen, hè? Dus, want ze zijn niet meer zo gul nee, nee, dat om, uh, om, om de renners dik, dik te betalen. <coughs> Omdat alles op een hoop zit, moeten ook mannen, zoals Laurens Week en Elie Iserbiet, gaan ook meer moeten kiezen in de in die nee. wedstrijd. Die kunnen natuurlijk ook in die periode van, uh, van december, en januari niet gewoon alles gaan rijden, want dan zitten nee. uh, twee weken, tien dagen aan het koersen. Nee, dat is waar. Maar ja, maar ja, ja het is zo pro en contra's. Want ja, nee. aan de ene kant denk je, je kan wat meer rijden en dan natuurlijk aan de inkomsten. En aan de andere kant, ja, wil willen het wat korter, want het was veel te veel. Maar nu smijten ze dus ook alles op een hoop. Dus kerst en nieuwjaar kunnen tien crossrijden bij zo'n periode. Ja, dat blijft zo. Hè. Dat is uh, de, de meest drukke periode van, uh, van het hele jaar. En daar, uh, daar moet je wel een beetje keuzes gaan maken op termijn, denk ik. Dat ja. Zijn ze al wel aan het doen. Hè. Dus uh, degene dat verbrand uit die periode komt, dat, dat heeft hem aan zichzelf, nee. uh, zichzelf te wijden. Ja. Dat is voor december, hè. Dat, is nog, dat zit nog ja, ver weg. Uh, je zegt, uh, of, ik zei het net, het seizoen is net begonnen. Maar je hebt al gekrossd in het buitenland ook zeker, Tom? Ja, ik was van plan september. om vroeger te beginnen in kleinere wedstrijden in het buitenland. Uh, er zijn veel Belgen die dat doen. Hè. Wa waarom? Is dat om punten te pakken of ja, om het gevoel al te hebben? Ik heb er niet veel gepakt, maar dat is, <laughs> ja, is wel de bedoeling. Ja, de, de, de mannen die op de randje van de wereldbekerselectie zitten zeker, die, uh, die proberen af en toe een tripje te doen in het buitenland voor, uh, ja, voor punten te gaan scoren. Dit weekend uh, met Bering waren er echt enorm veel wedstrijden. Was, uh, ja, in Amerika was het groot, in Spanje was het gros. in Frankrijk ja. was het groot, uh, dus uh, in Italië zelfs. Dus, uh, ja, het was echt overal uh, wedstrijden. Uh, dus, ja. En Tom, ik, ik hoorde je zeggen: van, van, ja, het, het draait nog niet 100%, maar heb jij effectief zes maanden. De, de, de gingen en uh, niet meer op de fiets geweest. Dan, ja, ik heb echt zes maanden niet gefietst. Nee. Dat, dat, dat is toch niet te geloven, nee. Niels? Kun nee. je dat begrijpen? Hij, hij is coureur, hij staat aan de start en, uh, en hij ja. blinkt. Ja, ja maar hij zal wel iets getraind hebben. zeker Ja, waarschijnlijk. Nu de laatste ja, nu wel, weken zeker. Maar ik had ook wel een indruk dat het voor mijn lichaam wel eens goed was. Maar ik ben nu ook al... Ik word 35 binnenkort 35. Dus uh, al heel lang uh, altijd zo hetzelfde gedaan. Ik had het gevoel dat de trainingen ook niet meer, echt, uh, ja, de prikkels niet meer echt aansloegen. Dus nu is echt uh, een periode weinig, weinig uh, sport gedaan. En, en nu heb ik de indruk van: elke training die ik doe, die, die werkt terug. Dus uh, ik hoop zo mijn, uh, mijn stapje te vooruit toch nog te zetten. En ik weet niet of het gaat werken, maar ik kan het wel proberen. Maar kan dat om echt een aantal maanden niks meer te doen? Ja, en dan weer te beginnen crossing. Ja, maar ik heb ook wel daarvoor uh, elke dag gefietst, hè, 15, 20 jaar al een stuk. Dus uh, oh. de, mijn zware blessure, knieblessure of zo, liegt er soms ook zo lang. Dus dat maar hoe, hoeveel, wel. hoeveel weken of maanden heb je echt niet op een fiets gezeten ja, echt een rijden. half jaar, niks. Allee <laughs> dat is nog niet te doen. Ja, maar ik doe ook wel niet meer mee. Ai, ik, heb, ik heb gisteren ook niet meegedaan voor te winnen, hè, dus uh, 19e. Ja. Was, dat, was dat goed genoeg voor jou? Ja, ik was eigenlijk vooral... Uh, er waren ook mensen tegen mij die zeiden, durfde je wel rijden in Beringen? Je geld eruit ge gehaald worden met een 80 regen, want dat was een Tour van oh, vijf... Tweeënhalf, maar. Ja, vijf minuten ik, 40, ik heb of zo was de snelste maar, ronde. Tien ronden hebben ze gereden. Hè, en jawel, niet eens een uur gereden. Maar dat is vaak, hè. Tien ronden. Ja. Dus, maar, maar, maar dan op een droog parcours. Ja. Dat was wel heuvelachtig. Maar en je hebt 80% achter, je 4 minuten achter. Oh, ja, valt dan, dan de prijs. Hè? Ja, dus ja. Heb je ervoor gevreesd onderweg? Ja, ik, ik was er bang voor, ja, maar het is. Uh, <laughs> <laughs> het het is niet gelukt. Toe... <laughs> het is <laughs> niet gelukt. <laughs> ik, ik hoorde van Kim van den Stenen, die was al een dag van tevoren toegekomen, uh, met, de, met de, de vader van Jolintje verschuren, die gaat daar nu mee mee, en die had 10 seconden tekort. Die was blijkbaar razend, omdat hij de ja, de cross uitrijden maakt toch wel een groot verschil voor bepaalde Zal mensen. Dat zijn? En bij de vrouwen, er zijn er twintig gestart en er zijn er maar 9 aangekomen. Negen. Ja. Ja, ja, dat is wel weinig. Maar ik vind, dat, ik vind nu persoonlijk dat dan, hè, we hebben het daar juist gehad over, over, de, over het aantal crossen. Maar er zijn over het algemeen ook wel weinig vertrekkers dan. Hè. Je zou dan denken van. Ja, maar vrouwenbewijs... dat komt door, door al die buitenlandse wedstrijden. Hè, want dat geeft die ook een vertekend beeld. En je nu als tv-kijker mm. kijkt naar die cross en je ziet 20 dames aan de start staan, en ja. denk je, ja. Wie kost er eigenlijk nog? Ook? Hoe moeilijk kan dat zijn ja, ja. om tot 10 te rijden? Maar, dan maar 20 onder de staan? Ja, voor, de, voor, de, voor de geloofwaardigheid van de sport vind ik dat wel niet, niet zo heel goed eigenlijk. Maar ja. dat is even in het begin van het jaar, dus achtereen zal er wel een ja. stop op komen. Maar in Beringen durfde ook niet iedereen rijden. Oh, er, nee, zijn, maar dan, er zijn, er dat, zijn heel dat veel mee. renners dat er gewoon wegblijven. Ja. Nee, die die, die Donschot bijvoorbeeld, die is in Spanje aan, ja. aan het winnen, is gewoon weer aan het spelen. Ja. Dus ik geef die eigenlijk wel een vorm van, van gelijk. Nog aan CISI van de regio Beringen. Uh, maar aan de andere kant, uh, in Spanje nu uh, nog, nog het wat ja. aanwakkeren, nog wat ja, betere vormpeil zoeken. Negen die aankomen, ik hoorde jou in Duitsland zelfs zeggen van. Um, de top 10 werd getoond <laughs> en dan, ja, die tiende, daar had ik, ik zeg, nog nooit van gehoord. Ik bedoel, je stond niet wel. de tekst, tekst, ja, een, een tekst stond er oh, in het Engels. En ik, ik zeg, een staat daar nu eigenlijk? Ik zeg, die ken ja, ik voor niet. Dat ja, is voor een brede publiek. voor een brede publiek. Ja, komt komt inderdaad ja, wel fout over. Er, er staan er in de UCI-ranking uh, 200-300 renners. Dus het is niet, niet dat er geen, geen renners aan de start willen staan. Maar je moet die wedstrijd. Okay. Ja, en als je dan ver achter en je hebt dan zo prongelijk de pech dat daar een fan van Empel aan de start ja. staat. Die uh, dan eigenlijk ja, toch wel momenteel denk ik wel de beste vrouw is die er rondrijdt. Uh, toch kort aan. Ja, op, die uh, heeft een uh, stap gezet in hè? Dus yeah. uh, ik, ik, ik vind dat persoonlijk niet de meest technische. Fem van Empel. Dus uh, als je die naast uh, Pukske Puk daar zet, ja. Puk Petersen, dat is een heel groot verschil. Maar die... Dus Magister reed hij in de afdaling weg. Die, die, dus die, die, die ene staat ergens oprijden gisteren zo, vanuit haar zaal zo zonder te bewegen. Zo, Albert 80 zo. Albert zo en... uh, ja, nee. Dat, <laughs> ik had nog wel wat meer grimas bij, denk ik. Story, <laughs> maar die, 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 die staat zelfs niet recht. Hè. Die, die zit op Parazaal, jongen, alles vanuit je onderrug. Ja. En die rijdt twee tannen groter als Alvarado bergop. op, bij zo'n spreekt gewoon van weg. Hè. Ja. Dus, ja, ik vond dat wel uh, ja, vrij ja. indrukwekkend. Ik hoop dat we geen conclusies. Moeten we nee. aan trekken? Nog niet, hè, want dat zou, dat zou een ramp zijn. Ze zijn dat... al getrokken gisteren, hè, voor een stuk. Deels. Bedoel, deels, uh, deels de spanning he, maar... die er de voorbije jaren was bij de vrouwen, want er waren er heel veel die konden winnen. Dat klopt. En op een jaar tijd is, is ja. de situatie helemaal we kunnen, anders. We kunnen alleen maar uh, verwijzen naar als die parcoursen iets lichtlopender worden, dan krijgt een breder publiek. Maar, maar de komende crossen is dat niet het geval. Het zal nee. fem, fem, fem en nog eens fem zijn. Echt waar. Tja. Dus je ziet wat eraan komt, er aankomt, inderdaad. We zijn geen, ja. geen gemakkelijke crossen meer tegenwoordig. Hè. En als ze dan iets of wat vlakker zijn, dan je het liggen lastig. er toch wel wat, wat meer bochten in dat een interval nog wat meer naar boven ja. gaat. En, en, het zal al wachten zijn tot, tot Rudder om, uh, om al de Vinnige... Vrouwen, ja. natuurlijk uh, dichterbij Van ook Empel. Dat maken ze ook lastig. Hè? Dan moet je dat bergje zo dikkels op en die zandbak oh, ja. ervoor. Dat is helemaal achterhaald. Ja, dat is best een zwaar cross geworden. Uh, ja. Uh, ja. En beter in Berg wat langer maken. Kunnen er nog eens meer over rijden. Ja. <laughs> en Ze ja. hebben al hun best gedaan, daar denk ik. Uh, ja, redder, dat, is dat is waar. Echt... Mooie cross, wel. Ja. Maar Fem van Empel, dat is, dat is ja, 10, 20, 30 crossen winnen. Dit, deze winter, als ik jullie weet. Nou, die moet nog komen, hè? Ja, ja, vraag is, ja. hè? Maar, maar die heeft zoveel gemanten, dat uh, Dus die heeft de wereldbeker gewonnen. Uh, de shorttrack ook nog eens bij ja. uh, op, uh, op haar Palmares geschreven. Ongezien. Heeft nooit iemand klaargespeeld in Nederland. Dus ik neem aan dat die toch wel een klein beetje. Her... Die kunnen niet houden, hè? Dus die gaan heel snel terugkeren naar het veldrijden. Ze zullen die wel een klein beetje moeten afremmen op een bepaald moment. Want die die wel... in Amerika redt hij red niet van het weekend, want die, zit in, uh, ah, die, die wereldbekers waren daar. Mm. Ik weet misschien maakt hij een krosje. Ik kan het niet geloven. Ik kan het ja. bijna niet geloven. Ja. De Canada, die. Die, die, die is cross in, cross Canada, is in Canada, hè? Ja, dus Noordien, dat is vlakbij. Vlakbij. Verenigde Amerikaanse. Dat, ja. bij, ja, dat, Amerikaans, dat, dat gaat uitgedokterd. worden. Zo. Die gaan ja. niet zomaar terug ja. zeggen: van ik, ik, wil, ik wil gaan crossen. Nee, nee, nee. Die gaat terugkomen en dan gaat hij één crossje. Weekend doen en op die manier er terug stilletjes uh, inkomen. Die uh, iets oudere generatie van, uh, van de vrouwen, mo moeten we er nog rekening mee houden? Want nu Vos die slaat nu winter over. Uh, ja. Lucina Brand is nog aan het werken aan haar, uh, aan haar comeback. Ja, en eentje dat er vroeger ook altijd, ze dat bij zit. Je slaat de nagel op de dus, klap. Die hebben ze over een uh, anderhalve maand, denk ik, los overhoop gereden. Hè. Dus ik heb uh, daar fotootjes van gezien, die fiets dat was. Ongelooflijk. Die heeft heel veel geluk gehad, maar toch was die gehavend. Dus die zon aan de knie is die dan gehecht en die heeft daar nog wel wat uh, leed mee moeten doorstaan. Verschillende weken. Verschillende weken niet kunnen trainen. Dus uh, die gaat in Oosterwijk uh, binnen veertien dagen. Gaat die, uh... Ja, dat is nu dit weekend. Daar zou ze waarschijnlijk ja. gaan, gaan okay. rijden, toch al proberen. Die gaat niet naar, de, ja. naar Amerika. Ja, waarschijnlijk ook. Uh, zoals velen die mm -hmm. zeggen van ja, voor één e wedstrijd ga ik niet naar Amerika. Logistiek en financiën. Uiteindelijk gaat iedereen toch altijd. Hè. en Ze zeggen dat elk jaar. Maar, uh, Jij gaat niet he, Tom? Ja, omdat ik niet geselecteerd ben. <laughs> dus, uh, vorig jaar was je er wel? Ja, uh, ja vorig jaar was ik er nog Maar ik zag dat je vorig, vorig jaar nog twaalfde was in Waterloo. Ja. Wat eigenlijk een mooie uitslag was toch? Ja, was leuk om daar te zijn. Niet iedereen was er dan waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja, Heb je, 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 oh, je, je nog stress dan voor te nu? Ja, ik vind dat raar. Ik dacht dat ook altijd, als ik zo 20 jaar was, uh, en ik zeg die jouw rackers aan de start staan, die, die moeten toch nergens niet meer zenuwachtig voor zijn of zo. En, uh, maar, ik vind, ik vind precies dat die valangst zo uh, wat meer en meer komt. Uh. Je, dus je, dat, wilde echt presteren of wilde dat stapje nog zetten met dat? Volgens mij proberen los te laten, want ik merk ja. dat nu nu. Ik, ja, ik ja, ja. merk dat. dat gij, ja, maar daarmee dat mee ben rondrezen. ik ook ai, gestopt in, in de eerste plaats, uh, niet voldoen aan mijn eigen verwachtingen is heel moeilijk en daar krijg je de stress van en dat is ook uh, waarom Zal ik je zenuwachtig het, blijf staan. Volgens stand. mij moet je eens bij die Mark Hermans, hè, is één nacht slapen of eens mee op reis gaan, <laughs> dat is ongelooflijk. Dus hoe dat je kan vertellen, hoe dat ja, je ja. iemand kan motiveren. Dat is waar. Dat is niet normaal. Dus ik heb je eens bij gehad in een Tour. Dat, 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 ik, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Je zit daar in dat karretje. Je zou denken dat. Je ziet het niet meer zitten. Je springt ervan van een bergsebied. Maar vergeet dat maar. Je dus, uh, is zo gemotiveerd op, op alle gebieden dat ik zelfs denk, je kan Meus terug laten fietsen. Ja, het is al gelukt. Dat zou wel een van zijn strafste dingen zijn, denk dat hij mij echt kan laten vliegen. nee Die is echt, uh, <laughs> nee, het is, het is echt uh, indrukwekkend. Ik heb die nu uh, uh, op stage dan, dan, zo is 24 op 24 mee samengeleefd, en uh, ja, die, uh, die, die, die moet zijn lichaam ook nog verzorgen uh, buiten, de, buiten de normale mm -hmm. dingen. En, en die revalideert en uh, ja, dat is echt heel knap hoe hij dat allemaal uh, afwerkt ik denk oh, dat, okay. ik hoop het, maar het gaat, het gaat toch heel, het gaat echt een lastige, een lastige trip worden, nog denk ik. Ja, waar, waar. Maar je moet daar vooral zelf in, in geloven en, en daar blijven met de markt alles aan doen. Ja. Maar je ziet hoe rap en die jeugd wat er nu allemaal bij komt en ja, wat je dan zegt, uh, wordt het allemaal maar ouder. En vroeger was het precies zo, ja, op mijn 5, 26e uh, ja, moesten er zo stilletjes aan aankomen. En op uw 7, 28 was dan de doorbraak. Nu, die mannen, ja, dat is allemaal zijn, er is er is zijn allemaal 1, 22 jaar en ze zijn daar. Hè, gisteren in ja. bijvoorbeeld. Ja, begint ja, er maar zijn. tegen, Amai. als je er zo wat uit geweest bent. Er zijn heel veel jonge talentvolle renners die erbij gekomen zijn. En ik denk dat je Allee, Ik heb het tegen de Vincent bijvoorbeeld ook al gezegd. Ik Vincent, je moet op een gegeven moment blij zijn, met... Maar ergens als je leuk bent, een mooie top 10 kunt rijden, dat zou wel mm -hmm. echt een heel goede prestatie zijn als iedereen er is. Ja. En zijn, als je het puur gewoon rationeel bekijkt, zijn er in een topcross ook gewoon 10 beteren. Dus als je dan gewoon al eens een tiende kunt rijden of een achtste, dan is dat een fantastische plaats. Zeker. Terwijl je misschien nog altijd in een achterhoofd houdt van ik wil hier podium rijden. Of, en dat kan wel eens als er zo eens links en rechts wat crossen verdeeld zijn. moeten daar. Zeker die ambitie voor hebben, maar ik moet toch gewoon kunnen zeggen: want kijk, deze is mijn doel, dat wil ik bereiken. En ergens blij zijn dat je gewoon terug aan het fietsen bent, dat je geen aan het doen bent, dat je het graag doet. Allee, dat, dat vooral, ja, die geloofwaardigheid, heb ik gisteren gedaan: er staan 29, 13 maanden aan de start, en dan worden er een negentiende. Je bent blij met die uitslag, want. Oh. Deelnemersveld was goed. Maar dan is dat wel moeilijk om, ai, om, om dat te verkopen en uh, dat, om, om, om prof te blijven. Dus dat, daar moeten ze naar de toekomst toe ook wel, denk ik, mee blijven opletten dat, dat een professionele sport blijft, dat ook wel niet uh, echt, echt uh, heel, heel, heel goed betaalde renners zijn. En, en daarachter. Uh, ja. Ja. Ja, het probleem is dat er gewoon heel veel renners zijn die van ik zal zeggen van plaats 8, 9 tot, tot 20, 25, ja, verder, zullen we ja. zeggen. Um, die zitten allemaal zo op hetzelfde niveau. Klopt. En de, de nee, nee dan is het een goede dag, en is het wat minder. En ik heb plat en een keer vallen. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk met dezelfde benen een, een tiende kunt rijden, maar ook ja, negen tienden of twintigsten. Hè. Als het is parcours juist ligt of ligt u juist niet. Um, en er zijn er daarbij mm. die daar bovenuit steken, die eigenlijk een niveau mm. hoger zijn. Maar eens daarachter uh, is, de, is dat gewoon zo breed geworden dat dat, dat heel waar. moeilijk is. Uh, dat, dat zie ik wel. Zo vanaf die plaats. Ik zal nu zeggen rond de plaats van de zoete, daar ergens gisteren. Ja. Dat zijn er heel veel die eigenlijk op datzelfde niveau zitten. En de ene dag ligt ja. dan beter dan de andere. Ja. Maar de vraag ja. is, is: is dat genoeg? Hè? Ik bedoel, is dat lonend? Om, moeten dat, want die jongens moeten ook elke dag ervoor gaan trainen. Hè? elke dag gaan werken moet we ook, Appel. Ja, waar. dat zal mensen nu weten. En zolang dat je dat kunt rekken, gelijk als een Tom, en je kunt eigenlijk. Uw hobby, versta me niet verkeerd, ja. maar je, je stuk je hobby als beroep uitoefenen. Je kunt daar mm -hmm. je kost mee verdienen. Jawel. En je kunt daar de bakkerijen morgens met dat van binnenkomt, dat moet je dat vooral doen. Want op het moment dat je stopt, is het gewoon tot je 65. Hè? Allez, ja. En dan is het van te moeten, want dat kot moet ook betaald of 60. worden. 60. Of 60, ja, maar ja, gij <laughs> natuurlijk met dat crosscode dat je er eens gewonnen hebt. <laughs> natuurlijk een hele spaarboek bij ingehaald, dat je niet meer moet werken de rest van je leven. Maar, ja. Ja, de, gisteren, want je sprak zelf van, ik, ik word er 35. Je was de oudste renner gisteren in Beringen. Hè? Ja, ja uh... ken je de, de twee, um, um, ja, ik kan niet zeggen, mede de oudste, maar er waren er nog die al uh, de 30 voorbij zijn. De top drie van de oudste renners gisteren in Beringen. Nou, wie komt er? De, de, de Lars. Uh... Ja, die is 32. Dat was de tweede ja. oudste gisteren. ja de Aar. En dan misschien de Jens al. Jens Adams, 31. Ja. Dus uh, de drie oudste renners gisteren ja. in Bering. En dan is het aan de jeugd, hè, want de, er waren weinig dertigers voor de rest. Ja, dat is echt... Uh, doorstroming is enorm. Hè. Uh, en nu, nu ken ik al die jonge gasten omdat ze beter uh, in de hoog begint te houden. Maar vorig jaar uh, bijvoorbeeld een Crossas als Bering, en dan keek rond en Ja, je, je kent die niet, want die komen gewoon door van de juniors. En uh, dat is wat Niels net zegt. Uh, die mannen die komen gewoon zo snel doorgestroomd dat... Uh, ja. Straffe gasten, die jonge, jonge gerde. Die winnaar is ook een straffe gast zeker. Hè? Gisteren. Een mooie Amai. winnaar. En ja. de manier waarop was echt uh, heel knap vond ik. Tibonees. Ja, dat, dat was wel binnenkomen. Hè? Dus uh, je kunt daar dan over praten en, uh, of, of al een paar jaar. Want mm -hmm. ik herinner me dat je dan over twee jaar, als een Innoosmalle met zweek op pad was. Uh, ja. Maar je moet het dan toch maar doen op een bepaald moment. Uh, als het dan aan je, je tijd is aangebroken, om dan van dag één, dat eerste uur. Die mannen te kloppen, ik, ik vind dat wel ferm. Ja, een verleden jaar was het ook zo. Verleden jaar had hem zo'n jaar, vond ik, ik dan persoonlijk, dat ik er in de cross meer had van verwacht. Ja. jaar. En dat was zo van, goh, het jaar daarvoor, als je gezegd had, dan twee jaar terug. En als het liet, hem dan zoals wat dingen zien, links en rechts. Klop. En dan had hij gedacht, ah, een verleden jaar, hij gaat een stap bijzetten. En gaat, maar dat kwam dan niet. En ik bleef dan zo, eigenlijk voor Thibaut, wat ik ervan verwachtte. Een beetje op mijn honger zitten, maar nu ja, direct cross-een, Boefprijs. Ja, Allee, nou, is, uh... ik, denk, ik denk dat dat de beste formule is, Niels, om, om je rustig te laten groeien. Je gaat daar niet van verwachten. Bezop, dat zou kunnen dat je in Waterloo volgende week nog eens raar voor de dag gaat komen. Hè? Dat je nog aan meespelen. Maar je kunt niet verlangen om week na week. Nee, nee, nee. Dat ik zou dat, ik dat niet. zelfs niet aanraden om dat te doen, want dat niveau van een Iserwit, van een, van een Zweeg, van Michael van Tournout. Die hebben ongeveer dezelfde kwaliteiten gelijk Thibaut Nijs. Mm. Dus je uh, moet echt super zijn om die, om die te kloppen. Want Thibaut heeft nog het voordeel, vind ik nu, dat je. Um, als we nu bijvoorbeeld naar Waterloo gaan kijken, dat is een parcours dat, dat is wel lastig. Maar niet super, super lastig. Hè. Mm -hmm. Ja, iets dat een Thibaut zeker aan kon. Ik wil het zo bedoelen. Uh, vorig jaar. Ja, rijd hem er maar af. Hij vijf, denk ik. Hè, vorig jaar. Ja, maar rijd hem er maar af. Hè. Hij ja. kan eigenlijk naar Waterloo gaan en zeggen: van ja, Eli, uh, ik ben rap aan de meet en ik ben geslepen. Uh, mm -hmm. Dus ja, rijd me er maar af. Hè. Ja. Ja, zo zou hij kunnen koersen, maar dat heeft hem gisteren niet gedaan. Hè. Nee, 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 hij nee, heeft nee. niet gespeculeerd op zijn sprint of, nee, 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 of op niet, zijn snelle niet. benen. Hij ja. heeft mee koers gemaakt. Op een bepaald moment was hij op pad en, uh, met, met Ryan kant denk ik, dat onderuit uh, is geschoven. Ja. Ja. Dus hij heeft wel initiatief genomen. Dus het dat wel, mooier dat kunnen dat wel. die koers niet presenteren gelijk nee. hij die gisteren gewonnen heeft. Nee, dat het strafste wel. van een kiekje: ja. hij had eigenlijk al gewonnen bovenop dat kantje en dan, hij is eigenlijk onzeker, want ik daar al doortreed. Ja, wel, ik, ik ben gisteravond, ik doe dat normaal bijna nooit, om, om bij een coureur langs te gaan en ik ben er gestopt. Ik ben, ik ben bij de kleine even gestopt. Hij stond er nog eens in zijn blootlijf, kijk, ja, kijk blij natuurlijk. En hij vertelde dat fragment, hij zei, ik, was niet, ik had niet genoeg meters. Je zei gezegd dat hij niet, niet zeker maar, was? Maar normaal en... heeft je elke, elke ronde zijn fiets geschouwerd en nu duwen we hem op. En hij kijkt, en de andere was er zo goed als bij. Als hij, toen heb ik gezegd: van, Ik ga op rekenen op mijn sprint. Ja. Anders had hij hem 10 meter gehad, dat hij hem doorgegeven. Ja, hij ja, had gewoon op kop sprint. wint ja. in die sprint ook altijd. Ja. Maar ik denk, puur mentaal, wou hij ja. uit wiel komen. En was hem zeker ervan ja. in zijn sprint. Maar, 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 hij, maar hij, hij had ik, eigenlijk al gewonnen. Ik dus, herinner ja. me nog dat ene Amerikaanse sprintje van Iserbit hè, vorig jaar hè, tegen Laurens Week. Dan zat ook Denken, Zweek, die had daar eens rap gesprint in. Uh, in hijst op de berg, de vijfde ja. of zo, in een massasprint. Ik zeg, ja, die gaat hier winnen, maar is er Piet Woon toen? Dus dat is geen een hele traag... Nee, nee, nee. Maar, maar, maar de meeste kossers zijn niet, niet, niet ja. traag, ja. Maar dat is, wel, dat is toch een, uh, een killersinstinct dat dan naar boven komt. Dat, ja. dat heb je of dat heb je niet, hè? Uh, Ik vind dat wel straf als je als jonge gast daartussen zit en je weet van, ik kan mijn eerste profkoers winnen. Ja. Ik bedoel, uh, dat is toch een speciaal maar, moment? Maar hij heeft gaven, hè. Hij heeft kwaliteit, hij heeft gaven. En dan heeft ook nog... Koersdoorzicht. Hè, want je kunt dat... Wat is je snaak, is, is je. 21 jaar. Ja, nou, die is 21 jaar. Wat, wat wist jij toen? Hij moet ineens... nog 21 worden. Op 12 november wordt hij oh, ja. 21. Dus niet met dubbelen. Je rijdt maar, hè. Maar ja, weet wel wat het ding is? Dat, dat, daar zie je vaak het verschil. Dat, dat zijn jongens die in de jeugdcategorie ook altijd hebben voor te winnen. Uh, en die komen dan over naar de profs. En die maken dan op dat moment de juiste beslissing zo van ja ik zie je hebt niet genoeg meters en die stinkt zonder dat die daar eigenlijk echt over nadenken stoppen die op dat heuvelke die laten de neeli overpakken die gaan in het wiel zitten en dan komen die daaruit en iemand dat nooit in die situatie heeft gezeten om te winnen die zou daar gewoon in gang getrokken hebben met een neeli in het wiel met de kans dat de neeli erover met de kans zeg ik dat een erover eroverkomt in de sprint of die laat ze een kop hangen maar die winnersmentaliteit is daar en die maken dan op cruciale momenten Vaak de juiste beslissing om gezien te houden. maar dat is gewoon doorheen de jaren. Zit dat daarin? Je ziet dat toch vaak dat als er iemand naar voren komt. Die, eh... allee, bijvoorbeeld, eh, we hebben al veel crossen ook in het verleden, gehad waar dan, eh, ik zal zeggen, de, 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 de winnaars van het ganse seizoen niet aanwezig zijn. En dan in een keer gaan de renners, die altijd vijfde, zesde zijn, zevende zijn, die gaan dan proberen de koers te winnen. Maar dan zie je soms tafereel dat je van wat doet hij nu? Waar gaat hij nu op kop rijden? Of, allee, en... Bijvoorbeeld moest een Tom in de situatie zitten, hij zou dat niet doen, hij heeft verleden koersen gewonnen. Dus hij gaat, als hij bijvoorbeeld in een of andere cross daar in Essen, verleden jaar hadden we daar zo'n cross, dat er weinig toppers waren. Gerben Kuipers woont toen. Ja, Gerben toe. mm -hmm. Kuipers woont toen, is nu ondertussen wel, we hij, wel een wel stap respect, gezet. Hè? Ja, 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 maar hij ja. Is nu, heeft nu wel een stap gezet. Maar uh, moest een Tom in de situatie dan komen, hij gaat dan de juiste beslissing maken en gaat die koers dan aan zijn hand kunnen zetten, omdat je die winstmentaliteit een stuk hebt. Uh, in, en dat zie je wel, vind ik. In, en, in ieder geval de beste in koers. en gisteren veel fouten gemaakt. ja, dus maar wat... waren veel uh, maar, maar de beste in is, koers. Is in... een beetje. He, heel peloton doorkruist een paar keer, he. van voor naar op, achter en van, van, van achter naar voren, denk voor, ik. En, dat je meerdere namen kunt zeggen. en in volle finale gaat hij in mijn ogen nog eens in de fout. Wa wa waarom moet hij overpakken? Ja, Michael ja, dat van Toenraat zit op twee meter. Wa waarom moet hij op kop gaan rijden met de rapste van van het hele crossenbeeldje in, in, in het wieg. Hij ja, zal gedacht hebben dat hem waarschijnlijk dat hem de maan kon. Uh... Benen stil, Michael van er terug bij. En dan ja, net dan... wat meer praat. Maar... Ja, want op het moment dat. Maar dat gaat die bodem ook niet toelaten. Als je, als je derde opdraait, dan op dat korte aankomst zou dat waarschijnlijk geklopt zijn. Maar zo is het altijd. Als je ziet dat op een gegeven moment Gerben Kuipers een tuper afrijdt en op, op echt laatste in de koers is. Die heeft ver moeten lopen, hè? want dat was echt heel ver. Ja, die komt aan op 17 seconden. Hè? Ja, ja, die, die heeft op, uh, op, 40 op 40 seconden, seconden gezeten. Ja, 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 ik, ik heb daar gelezen. Ik snap niet hoe je dat maar... nog dicht krijgt. Zo. Ja, normaal spreek ik. Heb je hem zien passeren? Uh, ja, toen lijkt ik op de grond dat die mensen is <laughs> <laughs> Maar ja, het is wel. Nee, ik maar ik heb ergens een, een, dingetje, een, een, een regeltje gelezen: van, uh, als ik dat niet meemaak, win ik. De Daar, daarom zeg ik van gisteren kunnen meerdere, maar ik vond Rijn Kamp gisteren ook wel enorm sterk. Ja, wel, wel. Ja, ja. Ook serieus uh, tegen de grond gegaan. Ook gevallen. Zwar gevallen. Ja, wel. Het is mooi dat we zo over de cross kunnen praten, vind ik. Want uh, wat een Thibaut bijbrengt, van, dat maakt de rest toch een beetje zenuwachtig, denk ik. En dat maakt uh, de komende crossen alleen maar mooier van uh, dat te kijken. En dat is wel uh, de prikkel dat het uh, deelnemersveld misschien wel, wel nodig heeft op het moment. Absoluut. Uh, niet vallen helpt altijd. He. de, ja. de Timonhees ja. is niet gevallen, denk dat ik. Marco van Toernoot ook niet. Uh, nee. Nee. Ja, goed, er kan maar één iemand winnen. Maar, maar de mannen maar, uh, met overschot die vallen niet. Uh. Het was maar één Meen. keer serieus karambol daar. Dus, uh, iedereen daar tegen de. Tegen de ja, en vrij hard toen. Ja, nou, de Laurens valt dat wel goed. Ja dat, ja, dat is een pech, uh, pech, pech, ja. ja. pech. Die kwam aan de Laurens daar kun je niks van zeggen. Weet je nog, toen jullie voor het eerst een prof cross win of wonnen. want ik zei dat net heeft natuurlijk al een profkoers gewonnen op de weg, maar uh, in het veld niet. Wat was jouw eerste profzegen, uh, Tom? Ja, woerden, woerden, dat is uh, ja. Speciaal gevoel geworden? De Nacht van woorden, dat dat donkere ja, ja. We... Ja, ja, de echt ja. van woorden was mijn eerste. Was... Die extreme alle koersen allemaal van de Tom. <laughs> dus op, op de, de ijspijn was hij vroeger, hè. dus op sneeuw en dan in de donkere is ja, het dan dat was een, dan... een speciaal wedstrijd. Ja. Ja. Ja, kan nog het jaar terug rijden. Dus. En was, was het spannend? Want bedoel, heb je beseft van: ik ben hier op weg naar mijn eerste zege? Of was de hectiek en de chaos op het einde zo groot? Het is wel wat Niels zegt. Die, die, die mannen daar net over komen. Uh, toen, toen had ik bij de belofte ook al wel wat crossen gewonnen. En als je dan inderdaad in die, in die omstandigheden komt, dan dan als je één kans krijgt pakten ze dan. En dat is wel dikwijls. Uh, ik, zeg, ik zeg niet, moest ik nu in die situatie terugkomen en ik direct die kans zou kunnen grijpen. En dat is wel uh, wat het die jonge beloftes ineens goed doen. En, uh, omdat die meer in die, in die omstandigheden hebben gezeten, ja. Dus uh, ik volg hier Niels helemaal in uh, wat het hem zegt. Toch hadden we dat nooit vergeten, hè, die allereerste cross. ze nee, nee, gaat is waar. dat nooit vergeten. Nee, ik herinner die, die van mij ook nog. Hè, dat was in Adegheim. Dat was een wijde cross in West-Vlaanderen, of in of... Net Oost-Vlaanderen, Oost of op... West? Ja, volgens ja. mij. In ieder geval Adegem en uh, in een weide aankomen. Dus uh, sprinten in een weide. En er was zo één paadje waar dat we elke ronde passeerden. Dus uh, dat was het beste. En daar zat ik niet op. Dus ik moest door het hoge gras komen. En ik klop, denk ik. Het was geen zekerheid. Dus, maar ik sprint tegen Paul de Brouwer. En uh, drie commissarissen zeiden, Herreigers wint. En de Brouwer zei, ik win. A.C. Pol Ga je zeggen tegen de commissarissen dat jij niet won. Dat, dat ik Ik zeg: Polleke. En waarom zou ik dat gaan zeggen? Ah, de, de commissarissen zijn er toch voor iets. Hè? En dat fotoken heb ik nog altijd. Eerste ja. cross, gewonnen, aardig. Hè. En niemand weet met 100% ja. zekerheid dat jij gewonnen hebt. Ja, ik weet dat zelf ook niet. Maar... Nee. <laughs> dat staat toch op zijn Dat, schat, dat was amper een lijn te zien. Dat, dat is oh, zo plaat. vroeger. Ze wilden een nieuwe winnaar, denk ik, Pol. Met een andere naam: <laughs> winnen, winnen, ja. Winnen, ja. En jij Niels? Uh, ja, ik denk, uh, het zal toch een van de eerste zijn wat dat eerst in weet is. Heb ik uh, in Le De Lange in Luxemburg, want toen konden ze nog in Luxemburg gaan crossen toen ik in de jaren of 18, 19 was. En daar klop ik uh, de King of Gavre van Zandvliet. Het, het is niet waar, de King of Gavre. Dat is wel heel jammer. Vind, vind ik geweldig. dat ja, bij... zijn poort hangen. Hè? Ja, ja. Als je bij Van, van Zandvliet komt, ja. hij, hij, hij weet het. Dus ja. de King of Gavre. Dat is een poort. Die ja. dat ook bij Jean-Marie Faf hangt. Dus ja, ja. door dezelfde handen gemaakt. Ja, ja. Ik, vind het, ik vond het geweldig dat dat, dat, dat zo. Ik ja. kwam dat ook maar pas veel later te weten. Hè. Van Zandvliet <laughs> kust daar de boel eens op. Hij mocht niet meegaan naar de wereldbeker toen, ja. denk ik. Hè, want tijd van Spaars ligt. En uh, hij dubbelt daar Bart wel eens, hè. Je staat dat de supporter ja, Bart, Bart wel eens in De laatste rechte, de rechte lijn. Nu uh, is uh, en ik wil al niet meer mee naar de wereldbeker. En, Erik heeft he op mijn ziel getrapt of zoiets. Ja, 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 ja. En uh, sindsdien uh, in zijn poort gelaste plakkage King of Gavre. Alsjeblieft. En die klopt. Maar ben je zeker dat daar was, in Luxemburg? Nou, het zal daar misschien ergens geweest zijn, maar ik zou. Ik, uh, ik ben of wat het hebben we gevonden? Zoeken. Ja, ik zie hier uh, 2004. Ah, uh, Ludelange, ja. 2004. Precies, ja. ja. heb uh, jaar Peter van Sandvliet tweede. In de sprint, zelfs een tijd. Er ja, staat geen tijd bij. Ja. Tim van Nuffel derde. Ja. Ja. Maar staat dat daarin, zo'n uitslag? Dat? Uh, ja, ja korte kans. Uh, maar credits voor Cyclocross24, die hebben een geweldige ja, afspraak. Maar die, die tellen uit, te dus maar. niet mee, die koers. Ne? Als je amateur bent en je wint een profkoers die kun je dus nooit nergens ja, terugvinden. Jouw crossen die vinden we inderdaad niet meer ja, ja, terug. Ja, nee, maar dat, ik maar heb dat is zo. Dus, uh, als je Wikipedia gaat zoeken, ja. van, wat heet in Herrijgers gewonnen? Ja, dan, dan komt er aan 50 krosken. Uh. Terwijl ja, ik die periode van mijn 19 tot mijn 28, of 29, daartussen wo 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 won ik 6, 7 koersen bij de beroepsplenders per jaar als dat amateur. Dat is, dat is nooit niet er is geen sprake van, dan. He, dat wordt niet, niet, niet opgeschreven. He. Uh, lijst dus maar je, je je jammer. dus je jammer palmarès op we gaan, we gaan het ja, jammer. <laughs> jammer kunt je dat wel zeggen maar <laughs> ja, uh -huh. is eens niet terug maar, te vinden pol. Pol. Je, kan, je kan je eigen uh, Wikipedia pagina aanpassen hè. Er dat binnen een half dat ik een half seconde niet. Nee. Maar het bijhouden weten zo jaar per jaar wat je dan nee. 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 Mag je weten er is nee. wel iemand dat ik heb bijvoorbeeld een, 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 een palmarès in de moedige veldrijder. Dat gaat niemand even naren. Nee? 50 keer gewoon. <laughs> lief. De moedige veldrijder. Ja, ja, dat was een regelmatigheidscriterium vroeger. Op het laagste niveau dat je kon, maar er waren altijd uh, gegadigden die dat daar uh, ja. kwamen crossen. Heb jij nog ooit de moedige veldrijder geweten, Tom? Ik heb er nog een dat regelmatigheidscriterium. Ja, sowieso, ja. Lichtaart en uh, lichtaart andersom, en dan in oh, en dan horen Donk, en heel uh, interessant op ja, het denkbeeld. En dat heeft wel iemand bijgehouden en daar ja. heb ik er heel veel van gewonnen. Maar ik was ook een kermiskraark. Dus ik heb daar niet veel gedaan vroeger, zo die grote koers gedaan. Tot in 1994. Dan was dus, het geen kermiskoers. Ja, nee, maar ik heb moeten wachten tot ik mijn tweede kans kreeg. Hè. 29 jaar en dan pas beroepbrenner worden hoe oud waren je, jij als wielkampioen hier dan? Dertig. Uh, dat wist ik eigenlijk niet. Dacht hmm. jij jonger was of zo? Nee, dat waren er twee die een tijd. Dus was Ludo Dirksen, die dat, uh, op die leeftijd uh, pracht werd en en ikzelf. Dat was vrij uniek, want dat, dat bestaat bekend niet meer. Dus nu beginnen ze terug als ze 35 zijn. Ja. Of <laughs> Ze, ze, ze rijden echt er no nog een trofee of, of een prijs uh, in? Een, een ander onderwerp. Ja. <laughs> ja. Nee, enfin. ja, ik, vind dat, ik vind dat goed dat je allee, op die leeftijd die, allee, die, die kans nog wilt, uh, wilt grijpen, Tom. Moest ik de kans krijgen, dan zou ik het ook doen, maar ik kan Denk niet. Goed, of ik nee. mag niet meer of het gaat ja. niet meer, ik zal het zo zeggen. Maar... Hoe zit dat nu eigenlijk met dat? Uh, Mogen jij nog competitie doen? Of, of, of? Jij uh, hebt pas als, iets gedaan, denk ik, hè? Als, uh, uh, als, als competitierijen uh, competitie is tegen de toeristen zo, een heuvel kunnen oprijden, ja, dan rij ik nog eens competitie, links en rechts, maar... Nee, maar mag, dat, het, uh, mag het in nee, een officiële koersmode nee, 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 nooit nee, nee, met een nee, defibrillator? Nee, nee moet medisch nee. gekeurd zijn, hè. Ja. En met een defibrillator kun jij nu laten medisch keuren. In en geen en, enkele discipline? Uh, voetbal of zo, misschien wel. Misschien, maar, uh... ja. Allee, ik weet dat niet. Dat zijn, ander, dat zijn andere regels. Het jij... gaat om brand ja, ja, Waar ja, 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 nee, 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 er er je was, Zetterberg? Nee, Zetterberg Die heeft diabetes, maar niks ah, met zijn hart. Ja. Maar uh, Anthony Vallo, ja? die heeft nog gespeeld met een defibrillator. Die heeft zelfs tijdens een match nog eens zoiets voor gehad. Maar ja, is dan ook moeten stoppen vroeger dan hij zelf wilde. Er zijn nog spelers die dat hebben. Alleen in bijvoorbeeld Italië mag het niet. Daar mag je niet voetballen met een defibrillator. Nee, ja. in België wel. Maar ik vind het ook niet verantwoord eigenlijk. Je moet op een gegeven moment een keuze maken en stel je voor dat spel afgaat. Je zit dan in de peloton tegen 80 per uur of zo. Ja, joepie, joepie. Dat, 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 dat is gelijk een bowlingbaan Wat? dat je daar gaat zien passeren. Dan, Weet je wie dat daar van de week? Je hebt het gisteren waarschijnlijk gehoord. Hè? Dus Fleur Moors was daar ook gevallen. en Die had dan een, een rip gekneusd of zo, maar dat, dat is enorm pijnlijk. Hè? Dat is bijna gelijk mm -hmm. een rip breken. Mm -hmm. Ik, ik vind dat een gevaarlijk parcours voor zo'n meisje dat nog maar twee jaar zo aan het crossen is. Hè. Die zou die ik daar persoonlijk, hè. Dan, uh, nu zijn ze die ook weer kwijt. Hè. Dus en, en Lucinda Brandt ook al kwijt bij, bij Nijs. Maar en ja, een dat... ander, Shirin van Androoy, die dat moet gaan rusten. Ja, dus dan heb je er dat drie. parcours daar gekeurd. En he, dan maar... heb je er eigenlijk nog nul over. Ik weet he? niet wie dat parcours daar ja, gekeurd ja. heeft, maar ja, dat... ja, misschien moet die mens toch eens uh, aangesproken worden. Stel, stel dat Laurens week gisteren echt, want die, die, die was er, uh, dat was een serieuze smak. Amai. Uh, stel dat de, de, de schade erger is. Lig je daar wakker van? Als je um, parcours gekeurd hebt. Ik wel denk ik. Ja, maar daar was geen gevaar mee gemoeid, hè, met, met heel dat traject niet in mijn ogen. Hè. Nee, maar dus dat zelfs, is alleen, al, het is alleen door omstandigheden. Niet, niet alleen jou, hè? Nee, nee. Maar bedoel gewoon het feit dat, dat jij het gevoel hebt van ik had dat misschien op een of andere manier moeten voorkomen ja, maar, maar, de schade valt er nog da, mee is, ondanks al die valpartijen maar dat is niet mijn functie hè. Dus, uh, wij, wij gaan eigenlijk als uh, technisch afgevaardigde klinkt fantastisch, maar het is eigenlijk niks dus wij gaan, het is ten één, de organisator al die dat er uh, inspraak in, in heeft, die dat het parcours uittekenen, dus de bond is daar al neergestreken, want dat is het parcours van het Belgische kampioenschap ze hebben dat helemaal omgegooid ze wouden niet meer naar de top van Beringen naar het tak van Beringen rijden dus die zijn er al neergestreken. Dan is er de NUCI bij te pas gekomen. En ik kom er dan op woensdag. En ik heb er op vrijdag ook nog geweest. Dus en op die manier denk ik dat ik gewoon. Wij moeten gewoon gaan zien of dat het allemaal in orde is. Dus en dat begint aan de startzone. Is daar een toilet? Zijn de strepen getrokken? Zijn de hoge drukreinigers voorzien? Is het parcours lang genoeg? Zijn er balken? Zijn er bruggen? Het is eigenlijk een, een, een lijst dat wij overlopen. Dus we gaan. Uh... Wij hebben zelfs geen inspraak om te zeggen, wij mogen het parcours veranderen, maar dat gaat het nooit niet je eentje doen. Wij geven alleen maar advies, daar komen we het op neer. Dus magisteren gisteren hebben ze daar wel werk van gemaakt. Dus, want uh, uh, de Luc Gijs was er dan bij en Eddie Lisses, uh, Dus daar is, uh, unaniem is daar beslist van, dit geven we vrij, hier mag op gekrast worden. En als er één iemand zou over mogen oordelen, zou ik verwijzen naar de vrouwen. Die zouden recht van spreken hebben. Maar als je ziet dat daar bij de vrouwen amper iemand gevallen is, alleen uh, op, op training, dan denk ja. ik dat, dat bij de mannen misschien iets te veel risico's zijn uh, genomen. Dat de foute man de val veroorzaakt heeft, mocht voor uw kopman naar beneden duiken. Het was Toon van een Bos, denk ik, dat als eerste uiteindelijk uh, de val heeft gemaakt. Dat zijn zo allemaal factoren die meespelen. Hè? En, en, en stoppen was blijkbaar heel moeilijk. We hebben het er zus al over gehad. Nou, verwijt u nu, Ton van den Bos iets? Want ik bedoel, je, ja, je op, moet toch niet zeggen: van, uh, Ga ik, maar, rij ik, maar. Ik voor, ben maar. daar heel gevoelig voor. Echt waar. Ja. Ik, ik zweer dat. In een, in een WK durf ik dat ook aanhalen. Okay, dus als ze van start gaan in een WK, doe geen moeite, jongens. Ga niet in de pad rijden, zou ik het zo verwoorden. Ik maar zou niet zeggen: de in de wegrijden van een Wout van Aert. Laat die zijn ding doen. Koers erachter zo hard dat je wil. Maar niet op de eerste plaats. In die afdaling ook. Stel u voor dat Zweek... Zijn sleutelbeen breekt, of zijn elleboog of zijn knie, of weet ik veel. Ik, ik, ik weet dat is heel ver gezocht hè, wat ik nu aanhaal. Hè. Dus, maar daar komt het niet op aan. Dus zoveel te meer volk dat er voor de kopman hangt, zoveel te minder volk dat ervoor rijdt, zoveel te beter dat het is. Ja, maar die rijdt toch ook voor een goede uitslag als die op dat moment. Ja, dat is jeugd, maar het is, het is vooral proberen uw man. Niet te hinderen die dat het heel het jaar moet gaan doen. Hè? Want Sweek is veel meer in zijn mars dan, uh, dan een zandcross domineren momenteel. Hè? Dat is vorig jaar gebleken, zeven keer gewonnen. Er zijn geen zeven zandcrossen. Dus gisteren zat je op een bepaald moment in die klimkoers op kop te rijden. Hè? Dus volgens mij ja. is Sweek heel ja. goed. Dus je gaat uh, binnenkort uitpakken. Ja, het is gewoon, ja, er, er kan inderdaad zoveel gebeuren. Die, die jonge renners die, die mogen zeker ambitie hebben, maar op Paul zegt, ja daar uh, had gemakkelijk de toon, uh, want het begint eigenlijk in twee bochten terug waar als ze van die berg afkomen dan beginnen te drummen zo met, met vijf, zes naast elkaar ja. en in principe daar had de toon daar misschien achter de Laurens moeten inschuiven, maar goh, ja, mm -hmm. als en zou ik. hetzelfde ja. komt dat goed en gaan ze met twee naar beneden en is er niks aan de hand. Op, dus, op de weg uh, zie je dat vaak, hè. dus uh, daar wordt er over nagedacht over. Dus ook, het gebeurt ook dat een knecht valt en dat, dat de kopman meegetrokken wordt, eigenlijk in het hele verhaal. Dus maar in de kras kunnen daar een klein beetje op blijven. Makkelijker dus vermijden, denk ja, ik. Uh, ja. Dat, ja, maar goed. Ja. Zij, no enfin. Nog één iets: want ik, ik zag gisteren toch ja, iets te weinig volk naar mijn goesting. Uh, en ik zag vandaag ook een, uh, een heel beperkte verslaggeving in de kranten. Het, het leeft nog niet. Wat, wat gaat er. Veranderen. Ik heb, ik, ik heb ik precies de gezet gelezen. Ik heb ik van de cross. Uh, ik ga nu gezet van Antwerpen noemen, hè, want die, die heb ik op mijn, mijn mobieltje. Ik, ik heb daar geen foto van, uh, van die nieuwe prins. Nee, foto niet, zo? nee. nee. In, in de kranten stond een klein artikeltje. Dus, uh, er was natuurlijk wel heel veel voetbal. Er was ik denk uh, dat die allemaal nog allemaal. dat die allemaal gaan gravelen zijn, die journalisten. Dat die uh, in Italië hebben gezeten en vergeten naar Beringen te kijken. Ja. Wanneer gaat het beginnen? Naar ja, Amerika pas dan ofzo? De koers is gedaan nu op de weg. We hebben de laatste eigenlijk gehad met Lombardijen en uh, tours dan. En dan uh, ja. het WK gravel is gedaan en ik had in de week de Wout nog aan de lijn. En zei ook, ja, ik kijk er ook naar uit dat dat stopt. En ik ga een keer een maand uh, ja. echt op vakantie. En een keer pff, even niks doen. Het is meer dan genoeg geweest. Zal wel. Dus ik denk ja, op het moment dat er in het wielrennen, allez, ik zal zeggen uh, dat alles een beetje gaat liggen. En ja, de cross moet dan beginnen. Het slecht weer gaat er aankomen, dan gaat het natuurlijk alleen maar leven. Dus, uh, maar inderdaad, ja, na Amerika uh, ja, zal het wel moeten uh, van start gaan. Gaat de al die grote crossen rijden, Tom, die er nu aankomen. Ja, de wereldbekers uh, zijn afhankelijk van selecties. Dus ik veronderstel o, is het niet hoe zit dat is... dan met die selecties. Uh... Ja, dat is uh, de acht uh, eerste uh, Belgen die worden, of, of uh, van elk ja. land, worden sowieso geselecteerd. En dan zijn er vier uh, wildcards. En uh, die kan een bondscoach zelf uh, uitreiken. En uh, meestal zijn die twee weken of zo op voorhand uh, bekend. Ja. Uh, dus. Uh, In principe twaalf man. Twaalf man, ja, klopt. Ja. Want Plus wordt... soms nog uh, twee, twee beloften als ze erbij kunnen zitten. Uh, ja, daar zetten. steken ze natuurlijk wel wat jeugd bij. natuurlijk hè? Begrijpelijk. Ja, die man klopt. Eens, uh, klopt. En, en aangezien hun kwaliteiten worden ja, die af en toe ja. geselecteerd. Zeker, dat is een interessante man, uh, die gaan we erbij uh, zetten Ook in functie daar... van het uh, WK van de beloften, voor, die, voor, de, voor de beste beloften ook uh, uc punten te laten pakken, uh, mogen die dikkels ook uh, ja. in die plekjes. Uh, dus uh, ja, speciaal systeem, maar uh, maak het niet gemakkelijker. Dus is er iets te doen van het weekend dan voor u? En uh, uh, Oosterwijk is, uh, is een wedstrijd. Ik ah, ja. uh, denk dat het ja, deelnemersveld is ook niet echt uh, min dat daar een start staat. Dus al hij niet naar Amerika gaat, gaat, uh, gaat daar fietsen. Z zijn er kleppers die daar niet naar Amerika gaan? Ja, ik dacht, uh, ja, ik heb de deelnemerslijst van Oosterwijk eens bekeken. En ik ja. denk dat er, uh, Gerbe Kuipers uh, daarop stond. Ja, de ploeg van, uh, van Welles blijft, blijft thuis. Hè? Allemaal? Ja. Dat, dat las ik, ja. De, nee. Alle renners oh. van, uh, van die ploeg. Okay. Die maken de, de oversteking Die Kuipers ja, kui vind ik wel, wel zonde eigenlijk. Als je dan toch ja, dat snap met ik persoonlijk benen... ook niet goed. Dat je zou, uh, zo rondrijdt. Dat is ook even ja. potentieel. Hè. Want ja, het eindklassement dat van de wereld brengt, brengt toch ook goed geld op. Dus ja, die, die mannen al, dat er altijd terug gaat. Ja, maar die 1-cross, die omdat er nu zoveel zijn, dan gaat die 1-cross volgens mij niet bepalend zijn. Hij kan dan in die end zeven of achtste zijn in de wereldbeker uitranking, zal ik zeggen. Ja, maar als hij nu, maar, nu ga, uh, is het wel makkelijker ah, om, om, om top 5 of podium te halen. Dat heb nog hoger. Ja, maar pak nu nog hoger, maar vanaf plaats 3 of plaats 5 gaat de puntentelling zo traag mm -hmm. achteruit. dat... Allez, ik zal nu zeggen, als, als, daar, als je die één cross laat liggen. Kunnen volgens mij nog altijd heel hoog raken in de ranking. Uh, en ik moet ja, ja. een trip naar Ginderop niet doen voor, uh, ja. voor het plezier. Hè. Als je zijn niveau haalt van, van hoger rijden, vorig jaar, ja. en ik zie dat gebeuren op een bepaald denk moment, dan, ik, ja, dan, dat, dan, dan is dat een, Hij is daar, denk ik, want dat was permanent je top 5. Ja, dat denk ik ook. Het dus ja, ja. verschilt dan niet van, hè. de winnaar van Essen. Van ja, ja, maar als hij dan de komende weken een paar keer de top 5 rijdt in de Wereldbeker, staat hij heel rap terug van voor. Hè, want dat wil toch zeggen, diegene die Nu wel naar Amerika gaan, dat die alleen maar naar achter gaan gaan, dus ze gaan punten verliezen. Ja. Dus, ah ja. ja, ik snap het, 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 het Amerika-verhaal, uh, snap ik, uh, voor bepaalde renders snap ik dat 100%, mm -hmm. maar als je de kost uittelt, nu zeker voor één koers, de uh, kost uittelt voor een hele interessante boutique uh, naar Ginder te gaan, dat is toch uh, kostelijk grapjes. Hè? Het er een paar jaar geleden er waren er nog drie, hè? Drie, ja. crossen, hè? drie op, uh, ja. op acht dagen ja. tijd. Ja. Wat is dat eigenlijk, Santa Patek? Nou, nu zijn we, <laughs> um, um, <bull. laughs> we ook. Minder lang draag. Dus de kost op zich qua hotels is ook al minder. Hè. Nu is het een vlucht, uiteraard. Uh, maar ik denk, ach, de, ik hoor inderdaad pas op vrijdag vliegen. Dus je hadden inderdaad drie nachten dat je daar moet betalen. En auto dat je daar moet huren, is korter. Dus de kon het is toch ook niet presteren als je op vrijdag naar Amerika ja, vliegt zondag kost zo maandag terug ja zijn ik denk bezig, dat de he? meesten het zo doen oh ook, ook voor de jetlag uh, te ook je ah, ja. pure jetlag bij vier blijven ja ja. Ja. ja ja en hoe uh, okay. hebben ze het nog nooit gedaan denk ik uh, zo ja. laat vertragen de ja. meesten die zouden er allemaal al uh, rondchollen. van de pool en kant uh, deden dat ook wel uh, zo'n ja. laatste, laatste momenten uh. wat, wat zou nu alles in het geheel kosten als je die kostenberekening zo eens maakt vluchten op en af, een grap duizend euro kwijt. En daar een auto Mee door, ik, in een hotel. Ja. Allee, pak die. Dat is toch rapiet dat als je een, iemand van uw eigen gasten dan nog wilt meepakken, is dat ja. toch iets rap dat je 2.500, 3.000 euro kwijt zijn? Dat ga ja. er kwijt zijn. Ja, ja, ik... ja voor een man en dat je dan een mechanicus meepakt. Ja. Ja, oh ja, ja, ja. Zeker, He, zeker, Pak ja. dat je dat je kwijt zijn. Je moet een keer kijken wanneer dat je 3.000 euro uit als je in de wereldbeker prijs rijdt. Ja. Ja, ik denk dat er maar één ploeg eigenlijk bij gebaat is. Hè. Dus, dat is uh, de ploeg van de Nijzen. Die worden daarmee open armen ontvangen. Die gaan nu in de lucht, denk ik, de mannen. Sirius ja. van Alrooy rijdt nog enkel die cross. Hè. Dat ja. is, dan gaat ze er een paar ja. weken ja. tussenuit. Maar die gaan daar geswaaieerd worden tot en met. Die ja. moeten weinig personeel meenemen, omdat dat ja. allemaal vanuit de fabriek ja. daar uh, aangeleverd wordt. Dus die zijn daar de koning de rijk. Dus, uh, ja. Ja. Wat gaat Tom nog doen deze winter? Oh, je moet niet over mij babbelen. Ja, 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 ja. ja wel, dat ja. keer. Ja, uh, als druk is dan zal ik bellen. Ga <laughs> <laughs> los met de Ja, dat is Hebben goed. Dat nog. kan ik nou, hè? Is het al aan nee, 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 het al nee, het is goed, het is goed, het is goed. Nee, dan zijn eigenlijk eerst maar geconcentreerd op uh, de koers. Uh. Oké, okay. is er nog een, een bepaalde ambitie die je durft uitspreken de, voor de komende maanden? Zo oh, Cross en als SS is ook wel graag terug top 10 uh, kunnen, kunnen rijden, en, uh, maar het, het hangt allemaal een beetje af van uh, de vorm van de dag. En, uh, ik, uh, de Marktzee tegen mij, elke plaats heeft waarde, dus uh, je, moet, je moet blijven knokken voor, uh, voor een plekje en uh, ja, uh, zie dat je als project mooi in beeld uh, kunt brengen. En, uh, de, de ploeg, die, die, de, dat is uh, Addits for Hoop, is uh, het project waar we voor zijn. Uh, als wij beter presteren, dan de, gaat er meer geld naar, uh, naar, van de sponsors van het project, van onze ploeg, naar, uh, naar, naar de revalidatie dus uh, Dat is ook wel motiverend om. Ja, Toch nog net iets extra te doen en uh, zo uh, uh, wat centen voor, uh, voor ja. dat project bij je in te fietsen. Ja, om, om onder meer staprobotten te ja. kopen voor, ja. de, voor ja. kinderen die een ja. handicap hebben. Amai. Fantastisch project. Ik heb nog één vraagje eigenlijk, ik en dan Tom. He, want wij moeten altijd weten, als commentatoren, de, de Niels ook, ga je ook hè, Bram. dus daar staat iets op op je truiven onder bij u, weet jij zelf wat dat is of, hè? Ja, dat is uh, X oats wilde je Ja, zeggen. wat is dat? Ja, dat is uh, havermout. Uh. Oh, havermout. Uh, ja, dat is. Uh, ja, wat koetsen? havermout wordt nu nog vol En is en is en is gesteerd. dat iets van Mark zelf? Ja, ja, man, serieus? Ja, 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 daarmee ja. opgebouwd. Dat is serieus gezonde gezonde voeding voor. Uh, ja, dat is weer iets voor mij helemaal ja. hè? He? Ja. En daar dan moeten we wat bij doen dan en dan. Uh... Ja, dat is iets heel gemakkelijks voor werkmensen die, die, die s'avonds uh, of s'morgens uh, weinig tijd hebben en die kunnen die, kunnen die s'avonds maken en s'morgens gelijk meenemen. Dat is weer ja. markt, uh, Eet rap, rap. Als je s'avonds maken dan, dan en, en s'morgens rest... meepakken dan krijg je klugkoudlingen van vroeger, als ik zoiets hoor. Als <laughs> je dus met een bond zo op stage man. Als ah, ja. s'morgens aan de ontbijt en die svanjers die al zo'n dag op voorhand die yoghurt of die en dan, dan s'morgens als dat dat een nacht in je ijskast liggen, trekken ze die bakken <tie> oh man, ik dingen als ik er aan denk terug. Oh. Oké, okay, niet aan het denken. Nog één iets Tom. Maar Eén iets, want we zijn bijna klaar. Nee. Uh, heb je nog altijd het, uh, het wereldrecord over een, uh, een springen? Ja, ze organiseren niet meer, dus <tie> dat blijft van mij. <tie> <tie> Misschien nog ergens een officieus uh, WK, maar het officiële dat is voor altijd van en, jou. En hoe is dat ja, dan? Ja, 75. Ik heb er eigenlijk nooit niet op geoefend, dat was ook zoiets dat Soudal graag had uh, op het einde van het seizoen. Uh, maar dat is over die ja. zetel hier, 75. Ja. Hey, dat is gigantisch hè? Waar kwamen jullie? juist 40, dat ging nog juist juist voldoende <laughs> om in de, in de cross te kunnen... Uh, ja, te kunnen. goed genoeg. Dat was meer dan goed genoeg. Dat is nooit mijn favoriete ding geweest. Dat, dat denk ik gespreken. toch wel redelijk zot. <laughs> nee. Pff, nee, ik deed dat niet graag. Hoort, geen... dat, hoort dat nog thuis eigenlijk in, de, in het kraswereldje? Nee, ik vind dat niet. Ik, vind ben er, met, ik ben er persoonlijk ook op. op met de, de snelheden van bijna. tegenwoordig en hoe rabbet er wordt gereden, en het en is al spektakel genoeg, zijn die balken in mijn ogen niet echt een meerwaarde. Alleen oh, vind ik persoonlijk, hè? De, ja. de, de natuur laten primeren, dik in orde. Ja. ik mee akkoord, man. dat morgen een geschaafde uh... balk, uh, ik weet dat niet, het is elke cross opnieuw bijna. Hè. Als je morgen een oh, schoon passage nee, in een bos of in een weid en daar ligt ergens een schone een dikke eik die omgevallen is, dan zeggen: we gaan nu die tour just tien meter verleggen hier naar rechts. Hè, ja. Dat die eik meegepakt wordt. Mee dat we ja, goed, meepakken dan 100% akkoord. Maar zodat echt zo ja, twee geschouwde planken in de wei, ik heb daar nooit eh, van, van geweest. Nee, omdat komen over overeen dus, okay, uh, En zeker niet systematisch elke week. In elk nee, 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 nee. Voilà, ja. dat is nog een gratis tip van Niels. Ja. Um, mannen, we zijn klaar. Ik ben al een uur bezig en uh, meestal stoppen we dan. We kunnen nog doorgaan, maar we zullen misschien gewoon volgende week opnieuw verder gaan. Hè. Dat is goed nieuws. Perfect. Wanneer is daam? Ja, ik. Uh, uh, Lambert en Albert. Ik vond dat dat uh, geweldig goed, uh, goed gegaan is uh, de okay. eerste keer. Dus, uh ga je in orde komen. En dat is nog maar het begin. Hè. Dus uh, wie weet. We gaan alleen maar groeien, hè, zoals een Tom. Hè. Dus, uh, we zijn net begonnen, dus uh, we gaan alleen nu maar beter en een stap naar voren. En waarschijnlijk rond de kerstperiode, dus uh, hoogdagen. Hè. Ja. Uh. En, we, en verwacht, we verwachten een topresultaat van Tom ja. dit weekend in oosterweek. Hè? We gaan het opvolgen. Ja. Dank u wel. Uh, Dank je wel dat je er was, Tom. Uh, Dank je wel, Paul. Jij komt nog wel vaker langs hè, op maandag. Als ik nog eens mag? Ja, wel graag. Hè. Met veel ja. plezier. Okay. En, uh, en hopelijk um, Niels ook hè, volgende week. Ik ga mijn best doen. Voilà. De winkel is open, maar je komt toch af. Ja, ja ik, heb, uh, ik, ik kan uh, met gerust hart uh, alles verlaten daar. Dus, uh, maar ik ga sowieso toch nog wel eens kijken uh, of dat ze niet te veel uh, met de kaarten aan het spelen zijn in plaats van te werken. Maar normaal gezien is dat niet het geval. Goed, dankjewel Niels. U bedankt voor het kijken of luisteren. Graag tot volgende week.